Mag ik u van harte welkom heten namens mijn collega's van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor de presentatie van dit rapport. Minder pretentie, meer ambitie. Minder pretentie, meer ambitie is de titel, of eigenlijk liever gezegd het motto van het werkstuk dat thans voor u ligt. Aan de totstandkoming daarvan is het nodige vooraf gegaan. Onder aanvoering van collega Peter van Lieshout veel werk verricht, veel veldwerk ook verricht. Er zijn veel mensen gesproken, er is veel gestudeerd. Ruim een jaar geleden was er de WRR-lezing van Nancy Birdsall en een symposium onder de titel Saving Globalization from its Cheerleaders. En een half jaar geleden kwam al een stevige verkennende studie uit onder de titel Doing Good or Doing Better. Het was output en input tegelijk, zoals het bij beleidsrelevant onderzoek betaamt. De thematiek van het voor u liggende rapport past in het beleidsprogramma van de Raad. Het stelt zich ten doel expliciet wisselwerkingen tussen Nederland en de grote wereld daarbuiten een plaats te geven in probleemstellingen en in beleidsalternatieven. Er zijn weinig terreinen te bedenken waar inzicht in die wisselwerking voor zoveel frisse lucht kan zorgen, als juist op dit terrein van ontwikkelingssamenwerking. Een terrein dat zich kenmerkt door eigen netwerken, eigen mores, eigen codes, eigen jargon, ja, soms een eigen logica. Artikel 2 van het instellingsbesluit van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zegt dat de Raad tot taak heeft, en ik citeer, om ten behoeve van het regeringsbeleid wetenschappelijk gefundeerde informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen beïnvloeden. En daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachte knelpunten. Hoe tijdig we zijn, kan ik moeilijk beoordelen. Dat is aan u. Maar het rapport heeft een zekere urgentie. Er was de laatste maanden al een groeiende, ja soms koortsachtige belangstelling te bespeuren voor de bevindingen van dit rapport. Kennelijk heerst alom een gevoel van urgentie, dat bijna de indruk wekt dat dit rapport geen dag te vroeg komt. De tijd dringt. Ontwikkelingshulp is een hot issue. Iedereen vindt er ook wel iets van. Te midden van, of misschien zelfs wel juist door, al die ferme opinies en bevlogen standpunten, is, zo lijkt het haast, bijna als vanzelf een vacuüm gezogen. Een vacuüm dat zich nu vult met zorgvuldige studie, met onbevangen onderzoek en met een betekenisvolle analyse. Zo'n vacuüm vullen, dat is wat de WRR met dit rapport beoogt. Ontwikkelingssamenwerking in tijden van globalisering. Dat was aanvankelijk de werktitel van het project dat onder regie van collega Peter van Lieshout en een aantal voortreffelijke medewerkers van de WRR nu is afgerond en door de Raad is vastgesteld. U zult bij lezing van het rapport merken dat maar weinig is wat het lijkt. Zelfs de term ontwikkelingssamenwerking zit vol vraagtekens. Want het object van onderzoek heeft bij nader inzien met ontwikkeling maar ten dele iets van doen en met samenwerking soms heel weinig. Weinig is wat het lijkt. En daarmee zijn we aanbeland bij de inhoud van het rapport, waarvoor ik graag het woord geef aan mijn collega Peter van Lieshout. Hij zal het rapport toelichten. Minister Koenders zal daarna het rapport in ontvangst nemen en ons deelgenoot maken van een eerste voorlopig commentaar. En daarna hebben we tijd voor vragen. En om die discussie in goede banen te leiden, vertel ik u nu alvast dat Marcel ten Hoven, ons nieuw hoofd communicatie, sinds enkele dagen, waar we overigens buitengewoon blij mee zijn, Marcel zal die discussie in goede banen leiden. Peter, mag ik je graag vragen het een en ander toe te lichten. Dank u vriendelijk. Hartelijk dank. Enorme opkomst. Zeker voor een rapport waar toch 3-4 dagen geleden al het een en ander over
in de pers verscheen. Weliswaar een versie die op alle punten waar de pers nu het een en ander over meldde weer veranderd is. Maar u weet, als je een rapport niet onder embargo verstrekt, kunnen er problemen ontstaan. En als je het van tevoren onder embargo verstrekt, ontstaan er ook problemen. Het is een rapport wat we nu presenteren, waar we lang en hard aan gewerkt hebben. Ben Knapen zei dat al. En dat lang en hard, dat slaat niet op ons alleen. Dat slaat ook op u. De meeste van u, denk ik, individueel. We hebben bij het werk aan dit rapport zo'n 300 mensen uitgebreid geïnterviewd en gebruik kunnen maken van hun deskundigheid. Een aantal hebben zelfs nog veel meer inspanningen voor dit rapport geleverd. Dus wat u nu krijgt is tot op zekere hoogte, tot op grote hoogte zou je kunnen zeggen, ook de gecondenseerde neerslag van wat er aan wijsheid bij u vandaan gekomen is. Aan ons om daar dan een systematiek in neer te zetten en daar conclusies aan te verbinden. Het zou niet mijn stelling zijn dat iedereen hier aanwezig ook alles wat daar staat ondersteunt. Maar dat het een stevige basis heeft in ook het werk wat velen van u gedaan hebben, is zeker het geval. En ik wil ook daar namens de WRR nu nog een keer mijn dank voor uitspreken. Het is een dik rapport geworden. Maar dat past ook wel in een fase waarin het debat over ontwikkelingssamenwerking toch, nou ja, forse toonzettingen gekregen heeft in de media. Laten we het maar even zo formuleren. Dan moet je ook weer even, dat is ook de rol voor de WRR, de diepte in en de vraag stellen van wat weten we nu over ontwikkelingshulp? Wanneer is dat zinvol? Is dat zinvol? Waarom zou je het eigenlijk doen? Wat weten we over een goede manier van organiseren? En eigenlijk al die vragen proberen we ook af te lopen. En dat begint dan toch met de vraag, zou je eigenlijk nog willen bijdragen aan de ontwikkeling van landen? Hebben we daar nog goede argumenten voor? 10, 15 jaar geleden misschien een wat triviale vraag. Toch alweer een vraag die beantwoording behoeft. En dat is eigenlijk het punt waarvan wij zeggen van ja, eigenlijk meer dan ooit. Iedereen is inmiddels overtuigd van het feit dat vraagstukken als klimaat op een wereldniveau behandeld moeten worden. Maar als u even in voedseldossiers duikt, in energiedossiers, in migratiedossiers, in veiligheidsdossiers, dan ziet u dat die verbinding in de wereld tussen landen alleen maar belangrijker aan het worden is. En dat we de komende 20 jaar, 30 jaar nog voor de opgave staan om daar vormen van omgang mee te vinden die het alleen maar noodzakelijker maken om te zorgen dat alle landen in dat geheel in ieder geval een rol kunnen vervullen. De vervolgvraag die je dan moet stellen is natuurlijk, oké, dat gezegd hebbende, wat kan dan de toegevoegde waarde van hulp in dat hele proces zijn? Onze centrale conclusie wat ons betreft is, hulp kan af en toe onder condities enige rol vervullen. Dat is een vorm van bescheidenheid in die formulering, van beperktheid. Maar ook wel van de mogelijkheid dat als je daar goed over nadenkt, je wel degelijk her en der af en toe verschil kan maken. En dat je dat ook zou moeten ambiëren. We besteden daar vrij veel aandacht aan. Ook omdat het politieke debat over de vraag helpt hulp een stevig debat geworden is. En de beelden zijn snel neergezet. In Azië werkte het. Gaat het goed? Maar dat gaat toch voor een groot gedeelte is dan de redenering zonder hulp. En in Sub-Sahara-Afrika gaat het nog steeds niet goed. Het percentage mensen onder de armoedegrens daar is op dit moment ongeveer hetzelfde als dat in 1981 was. Terwijl er veel hulpgeld heen gegaan is. Dus hulp werkt niet. We proberen te laten zien dat dat te snelle conclusies zijn. Als je gaat analyseren wat startcondities voor landen waren waarbinnen hulp op enige wijze misschien productief was, dan geldt dat de startcondities in Afrika echt wezenlijk anders waren dan de startcondities in Azië. Het kolonisatieproces in Afrika van heel recente datum, hè, begon eigenlijk zo rond 1900. Dus er zijn wat kunstmatige landen gecreëerd en de bestaande sociale elites zijn verwijderd en er is weinig voor teruggekomen. Dat is anders dan India of Indonesië. Het is een heel onderbevolkt gedeelte van de wereld, ook wel eens goed om dat te zeggen. Heel wat anders dan de gebieden, met name langs de kust in Azië, waar het ook veel economisch rendabeler is om irrigatie of infrastructuur aan te leggen. Veel plekken een redelijk uitgeputte bodem. Een economie die op een aantal punten veel meer afhankelijk is van grondstoffen en daarmee van prijzen op de wereldmarkt. Zo zijn er nog wat verschillen die in ieder geval maken dat het ontwikkelingspad van Afrika nooit simpelweg gelijkgesteld kan worden met het ontwikkelingspad van gedeeltes van Azië. Voor zover je überhaupt al over Azië als één werelddeel kan praten en ook over Sub-Sahara als één werelddeel. Dus te snelle conclusies dat het wel of niet werkt, daar proberen we bij weg te blijven.
proberen eerder te laten zien dat onder condities het soms verschil kan maken. En daarmee verschuift het debat wat ons betreft naar de vraag, en onder welke condities kan dat dan? En hoe zou je dat op een zinvolle wijze kunnen organiseren? Daar horen wat ons betreft eigenlijk drie dingen bij. En dat zijn ook de drie steekwoorden die zo'n beetje de rode draad van dit rapport vormen. Steekwoord 1, ontwikkelingsgericht. Zo geformuleerd misschien een platitude, maar dat is het toch niet helemaal. Als je kijkt naar de manier waarop de besteding van hulpgelden zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld hebben, dan zie je dat zeker vanaf de jaren 90 wel steeds meer geld naar ontwikkelingshulp gegaan is, maar dat dat ook steeds meer, noem het, sociale zorg geworden is. Simpel gezegd, we besteden dat geld vooral aan onderwijs en gezondheidszorg. Dat doen niet alleen wij, Nederland, dat doen bijna alle westerse donoren. En misschien, nee niet misschien, zeker vinden wij dat het verstandig is om een stap terug te zetten en de vraag te stellen, en wat draagt nou uiteindelijk het beste en het meeste bij aan het zelfredzaam maken van landen? Dat zou misschien ooit ook nog wel onderwijs kunnen zijn. Maar er zijn ook hele goede argumenten die erop wijzen dat in een heleboel settingen onderwijs of gezondheidszorg niet het meest interessante instrument is om nu verder te cultiveren. Of wat anders dan het punt of ze niet interessant zijn. Als je op het standpunt stelt wat helpt het meest, waar zou je je energie op moeten zetten, dan zijn er vaak andere instrumenten, noem het maar even zo, andere aangrijpingspunten om ontwikkeling tot stand te brengen. Het minste wat je kan verlangen is dat je het systeem zo inricht dat dat ook bespreekbaar wordt, dat het ook helder wordt en dat er iets van een debat gaat ontstaan over de vraag wat het interessantste aangrijpingspunt is. Dan blijf je bij een paar dingen weg. Een van de heilige huisjes waar we toch wat afstand van nemen, dat zal ongetwijfeld straks in de pers ook nog tot de nodige commotie gaan leiden, is het idee dat ontwikkelingshulp per definitie armoedebestrijding is. Wij zeggen het is verstandiger om als doel niet armoedebestrijding te nemen. Dat kan op enig moment een neveneffect zijn. Het is misschien een effect wat over 20 jaar optreedt. Maar het zelfredzamer maken van landen en het ontwikkelingsgerichter maken van je inspanningen zou je startpunt moeten zijn. We begrijpen overigens veel te goed waar die nadruk op armoedebestrijding vandaan komt. Het heeft iets te maken met, het is tot op zekere hoogte een soort tegenreactie op alle grote macro-economische hervormingsprogramma's van de jaren 80. Die hebben op een aantal punten misschien vooruitgang gebracht, maar op heel veel punten ook grote problemen veroorzaakt. En dat idee van een hulp met een sociale gezicht moest komen, valt goed te begrijpen. Het heeft ook iets te maken met de rol van media. Het heeft misschien ook iets te maken met een soort accountantscultuur die in de beleidswereld geslopen is, waarbij concrete, aanspreekbare, directe resultaten altijd veel interessanter zijn en mensen blijkbaar ook meer uitnodigen om geld te geven dan abstracte dingen als bijdragen aan misschien een verandering van de handelsbepalingen die Europa hanteert met betrekking tot landbouwproducten uit Ethiopië of de regels van een financieel stelsel die het al dan niet mogelijk maken dat het midden- en kleinbedrijf in Oeganda ook nog toegang heeft tot kredietverlening. Maar dat zijn vaak wel interessantere elementen als het gaat om echte ontwikkeling. En we zullen even moeten proberen weg te komen van de onmiddellijke neiging om naar concrete resultaten te gaan en de ontwikkelingsvraag weer te stellen. Dat is punt 1. Punt 2. Landspecifiek, professioneel en gericht. Ik noem dat maar even in één adem. Als je zegt dat je ontwikkelingsgericht wil werken, betekent dat dat je een aangrijpingspunt in een land zal moeten hebben en dat je een redenering moet hebben waarom dat interessant is. En dat zal onderdeel van het debat moeten zijn. We hebben nu iets te veel de strategie van overal iets. Het voordeel is dat je dan nooit wat fout doet, dat je nooit wat mist. Maar het nadeel is dat je ook het debat ontloopt over de vraag wat in een land echt verschil kan maken. Het ene verschil staat ook in onze ondertitel en dat is meer dan een knipoog naar het werk van, Jan Pronk. Het gaat ook echt over de vraag hoe kun je verschil maken en met name wat voor redenering hou je erop na om dat verschil ook echt te beargumenteren. Als u kijkt op de site van DFID, de Engelse ontwikkelingsorganisatie, dan ziet u dat daar de gewoonte bestaat om analyses te maken van landen, die te publiceren en te zeggen, beste internationale gemeenschap, reageert u maar eens. Dit is onze analyse en wij menen dat langs die lijn in dat land de meeste winst te boeken valt. En wie het anders meent, wie andere inzicht heeft, komt u vooral. Laten we met elkaar investeren in de kwaliteit van dat proces. Dat is in Nederland onvoldoende terug te vinden. En laten we in ieder geval wegblijven
bij de gemakkelijke neiging om snel op voorhand op basis van weer een nieuwe mode een totaal antwoord voor de ontwikkelingslanden, voor het zuiden of voor Afrika te hebben. Dat is niet meer de manier waarop je verder kan komen als je echt ontwikkelingsgericht wil zijn. De problemen in Congo vergen echt een heel ander type antwoord dan de problemen in Ghana. Hoe doe je dat dan? Is de vervolgvraag. Hoe organiseer je dat? Dan volgen er een aantal zaken. Als je echt verschil wil maken, zul je ook je moeten durven concentreren. In landen en rond heel specifieke sectoren. Ontwikkeling, zoveel weten we in ieder geval wel, is in ieder geval een heel lastig proces. Een proces waarbij je zult moeten blijven zoeken, maar waar je ook diepte-investeringen moet plegen. Die diepte-investeringen hebben iets te maken met het soort deskundigheid rond het onderwerp. Wie de agrobusiness in Ethiopië wil ontwikkelen, moet wat weten van handelsbepalingen, maar moet ook wat weten van de opslag van graan, moet misschien wat weten over de wijze waarop research and development ingeschakeld kan worden bij zaadveredeling, moet wat weten van de manier waarop boeren te organiseren zijn. Dat is geen eenvoudige zaak. En je moet weten hoe het er lokaal aan toe gaat. En dat vergt een diepte-investering in de verbindingen die je met landen aangaat. Dat betekent allemaal concentratie. En eigenlijk komt daar een argument bij. Er komen steeds meer verschillende donoren. De pers in Nederland staat vol van wat China daar doet. Maar het aantal donoren neemt steeds verder toe. En er ontstaat ook steeds meer de vraag, hoe kun je als individuele donor, als je een keuze gemaakt hebt, ook een serieuze gesprekspartner blijven in dat geheel? Want als je ergens een paar honderdduizend euro aan bijdraagt, ben je voor geen enkele regering in enig Afrikaans land op dit moment een serieuze speler. Wil je verschil kunnen maken, geldt ook je aanwezigheid in termen van het bedrag waar het om gaat, het soort deskundigheid wat je meebrengt en de inzet die je over een aantal jaren wilt plegen. Als je die concentratie, inderdaad, die specialisatie en die professionalisering serieus neemt, kom je uit, u hebt het kunnen lezen, naar onze taxatie op het idee dat je in 10 landen in 1 sector zou moeten gaan zitten. Hoe kies je? Je mag daar best in meewegen. Het zal nooit het ultieme criterium zijn, maar je mag daar best in meewegen. Datgene waar Nederland verschil in kan maken. Datgene waar we goed in zijn. Datgene waar we niet alleen een reputatie in hebben. Maar als Nederland goed is in landbouw of als Nederland goed is in water, is er niets op tegen om die deskundigheid ook te profileren en inzetbaar te maken. Het is ook een keuze die andere landen aan het maken zijn. De Nooren zijn dol op hun Oil for Development programma, omdat zij weten hoe je grondstoffen exploiteert. Neem je dat allemaal samen, dan kom je toch op het punt uit dat wij zeggen, en daar moet je een beeld van hebben hoe je dat organiseert, die verder gaat dan een bijstelling van het bestaande systeem. Wij trekken toch de conclusie dat je daar een nieuwe organisatorische vorm voor moet vinden. Wij noemen dat NLAID. De naam ontlenen we een beetje aan USAID, of de Engelsen die gaan hun organisatie die nu DFID heet omlabelen tot UKAID. Dat is de naam. USAID is wat ons betreft op een aantal punten niet een lichtend voorbeeld als je kijkt naar de kwaliteit van die organisatie. DFID is dat wel. Wat een heel professioneel systeem is, wat strategisch, lange termijn in landen mee kan helpen aan een aantal ontwikkelingstrajecten. Het is natuurlijk ook, ik weet niet of je de kop van het NRC van vandaag al gezien hebt, tot op zekere hoogte, een breuk met een model waarbij professionaliteit eigenlijk ondergeschikt gemaakt wordt aan carrière-diplomatie. Die opmerking zal ons misschien niet in alle kringen van BZ even populair maken. Maar als OS een professionele aangelegenheid is, moet je in je systeem ook voldoende waarborgen inbouwen dat het langs een aantal professionele lijnen verder uitgewerkt kan worden. En wat we daarmee zeggen, past wel in een lijn die je op een aantal andere plekken terug ziet komen. De Nooren hebben anderhalf jaar geleden gezegd, weet je wat, laat ons internationaal nou vrede en veiligheid doen, daar hebben wij wat mee. En misschien de exploitatie van grondstoffen en wij profileren ons daarop. Canadezen hebben een halfjaartje geleden gezegd, weet je wat, wij gaan ook onze ontwikkelingsinspanningen, SIDA, een beetje weghalen van die ambassades, een beetje er tegenaan plakken, maar ook meer eigenheid geven. En wij zijn eigenlijk dol op onderwijs, daar weten wij wat van, dat gaan we doen. Zit misschien ook wat in. Het is in ieder geval erg vreemd dat Nederland zoveel aan onderwijs doet, want daar zijn we nou historisch niet zo goed in. Ik wijs ook even op de speech, is toch interessant, die Hillary Clinton vorige week hield. U weet, iedereen was heel erg benieuwd naar wat Obama zou gaan brengen. Eigenlijk 3/4 jaar stil geweest rond OS, hij is wel in Ghana geweest, maar voor de rest bleef het stil. Een maand geleden nieuwe hoofd van USAID en
overigens ook een nieuw hoofd van de Millennium Challenge Corporation benoemd, maar nu Hillary Clinton met haar speech. De lijnen eigenlijk veel ontwikkelingsgerichter, veel minder op klassieke hulp, veel professioneler, veel specifieker, veel meer redeneren vanuit landen en minder vanuit thema's. Het komt u hopelijk enigszins bekend voor als u de achterflap van ons rapport gelezen heeft. Engelsen doen dit eigenlijk al, hè? DFID is natuurlijk al een heel professionele organisatie. En voeg ik het er toch maar even toe, ook in de richting van de mensen die zich zorgen maken over het politieke debat in Nederland. De Britse conservatieven hebben vorige week een aardig rapport uitgebracht over wat zij aan programma zien met betrekking tot ontwikkelingshulp als zij aan de macht zouden komen. En dat gaat waarschijnlijk wel een keertje gebeuren. Interessant is dat ze heel erg enthousiast zijn nog steeds over hun professionele organisatie DFID. Wat er ook toe leidt dat de OS wat dat betreft in Engeland een stuk minder gepolitiseerd geraakt is als het in Nederland is. Juist omdat het specifieke daar inzichtelijk gemaakt kan worden wat er kan gebeuren. Kortom, als je het langs deze lijnen doet, heb je twee voordelen. Het is een voordeel in ontvangende landen. Betere kwaliteit, minder versnippering, maar je hebt ook een voordeel in je eigen land. Je kunt beter inzichtelijk maken, denken wij, wat je nou wel bijdraagt. Als je je echt inzet en je concentreert op de ontwikkeling van de agrobusiness in Ethiopië, kun je daar ook een programma op uitzetten en kan de minister ook eens in de zoveel tijd naar de Kamer toe en zeggen, hier hebben wij verschil gemaakt. Je hebt niet de claim dat je de hele wereld verandert. Je hebt niet eens de claim dat je heel Ethiopië verandert, maar je hebt wel de claim dat je op een strategisch punt aan Ethiopië het een en ander doet en dat je daar ook vooruitgang in boekt. En dat maakt het debat, denk ik, een stuk productiever. Die redenering, specialiseren, professionaliseren, kiezen, toegevoegde waarde creëren, geldt voor de overheid. We richten ook in eerste instantie op de overheid, maar wij werken dat ook uit voor wat dat betekent voor NGO's, want daar geldt diezelfde redenering. NGO's kunnen van belang zijn, zijn op een aantal punten van belang, maar dat wil niet zeggen dat het toch ook diffuse medefinancieringsstelsel daarmee de geëigende manier is om de zaak aan te sturen. Wij denken dat het veel interessanter is om niet een algeheel medefinancieringsstelsel te hebben, maar debat te gaan voeren over de vraag wat de specifieke toegevoegde waarde van specifieke NGO's in dit hele traject kan zijn. En daarmee heb ik, zeg maar, tweede blok, wees landenspecifiek, wees professioneel, op hoofdlijn en in steekwoorden aan u gepresenteerd. Laatste blok, ook kort. Je kunt in een aantal landen nog steeds specifiek landgericht ontwikkelingsbeleid willen voeren om landen te helpen een beetje verder mee te komen en ze zelf redzamer te maken. Maar een groot gedeelte van de ontwikkelingsvragen spelen zich steeds minder af op concreet landniveau. Die hebben te maken met de wijze waarop wij met migratiestromen omgaan, waarop we kennisuitwisseling regelen, waarop we handelsrelaties regelen, waarop we financiële markten vormgeven. Ontwikkelingsbeleid wordt in toenemende mate, kun je zeggen, breed beleid rond regionale en tot op zekere hoogte ook mondiale thema's. En daarmee komt ook steeds evidenter onze positie en ons belang in dat geheel. En we staan eigenlijk, is onze redenering nu, op het punt dat we, zou je kunnen zeggen, iets van een verschuiving al moeten gaan aanbrengen. Hulp steeds minder wegen in het licht van die 0,7% het geld wat we daar uitgeven. En steeds meer schijnwerpen zetten op de vraag wat wij met voedselvraagstukken, met energievraagstukken doen. En daar ook die ontwikkelingscomponenten een plek in geven. En dan kom je op een punt waar je veel meer moet spreken over een worstelingsproces. We hebben daar ook niet zo'n clean organisatiemodel wat u keurig in 5 letters als NL8 kan samenvatten. En daar blijven we expres ook bij weg. NL8 kiezen we een organisatievorm omdat we denken dat dat nodig is in het hele proces. Als het gaat om de vraag hoe je ontwikkelingsbeleid steeds meer breed mondiaal beleid kan gaan maken, dan is daar niet één organisatievorm die daar de meest geëigende voor is. Je ziet in alle landen om ons heen dat er geworsteld wordt. De Nooren die zijn begonnen met een analyse van wat zijn nou de Noorse belangen in de wereld en hoe zou je moeten gaan prioriteren in onze strategie, maar ook gaan posterioriteren. En hoe wegen ontwikkelingscomponenten daarin een rol? Lastig proces, maar wel een traject wat ze dat hele land hebben neergezet. Duitsers zijn bezig met een traject om tot heel andere, zeg maar, tot landendifferentiatie over te gaan, waarbij ze heel andere relaties met verschillende type landen aan willen gaan. Wat ook een differentiatie van bijvoorbeeld een ambassadestelsel met zich meebrengt. Engelsen hebben weer een ander model. Die zeggen van als handel en ontwikkeling zo samenlopen, laten we dan één directie maken bij die departementen die over internationale handel gaat. En die rapporteert zowel aan de minister van Economische Zaken als de minister van Ontwikkeling. Dat zijn allemaal varianten. Ik kan nog wel een tijdje verder gaan.
Wij blijven even weg bij de concrete organisatorische vorm. We doen wel wat suggesties, maar we zeggen wel, Nederland zal dat debat veel nadrukkelijker in moeten gaan. We zien nu veel te veel de wereld op ons afkomen en reageren defensief. Laten we maar een eigen globaliseringsagenda verder proberen te ontwikkelen. En laten we ook maar kijken hoe we niet de samenhang tussen een aantal zaken op een soort laagambtelijk niveau coördineren, maar hoe we daar strategisch mee omgaan. En een van de consequenties is, en dat is ook weer zo'n typisch onderwerp wat straks bij de receptie van dit rapport mee gaat spelen, laten we wat dat betreft ook accepteren dat een debat wat zich fixeert op die 0,7% een wat mager debat aan het worden is, omdat de relevante ontwikkelingstrajecten langs een aantal andere lijnen gemaakt worden. En zouden wij niet moeten gaan investeren in parameters, het inzichtelijk maken van die andere elementen, om geen fixatie te krijgen op iets wat steeds minder staat voor de de facto ontwikkelingsinspanningen. En laten we, zeg ik er dan ook maar even bij, bijvoorbeeld in dat kader ook maar tegelijk gaan nadenken hoe we voorbij iets als die Millennium Development Goals kunnen komen, die toch ook allemaal heel erg voortgekomen zijn op het oude model van armoedebestrijding en heel weinig gericht zijn op thema's als ontwikkeling en zelfredzaamheid. Een palet van mogelijkheden, geen definitieve beslissing, maar wel een zekere urgentie in het neerzetten daarvan. Dat zijn op hoofdlijnen de kernen van ons rapport. Ontwikkelingsgericht, landenspecifiek, breed in de oriëntatie. En wat we in ieder geval hopen, daarmee wil ik besluiten, is dat daarmee de contouren gegeven zijn, misschien wel iets meer dan contouren, ook een aantal essentialia gegeven zijn voor een volgende fase van het debat over ontwikkeling en ontwikkelingshulp. Het afgelopen jaar was natuurlijk erg een jaar waarin de grote snelle statements neergezet zijn en die waren misschien ook wel nodig om dat debat over ontwikkelingshulp weer verder stevig neer te zetten. Het moest iets losgemaakt worden, maar tegelijkertijd is het ook erg productief als het debat op enig moment doorgaat naar een volgende fase en we niet meer vragen stellen in termen van helpt hulp of niet, of verdwijnt alles in de zakken van corrupte leiders of niet, maar de vraag gaan stellen onder welke condities kun je op de meest intelligente wijze verschil maken. Dat is wat we geprobeerd hebben met dit rapport te doen. Dat is ook waarvan we hopen dat iedereen, denk ik, straks als kernpunt neemt rond ook zijn eigen inbreng bij het verdere debat wat er moet gaan komen. Want dat zou echt de zaak een fase verder brengen. Ik ben klaar als het gaat om de presentatie van het rapport. En ik wil eigenlijk nu graag het rapport aan minister Koenders overhandigen, die ongetwijfeld heel benieuwd is wat erin staat. Dames en heren, hartelijk dank professor van Lieshout, hartelijk dank WRR. Laat ik maar met de deur in huis vallen. Ik heb lang naar dit rapport uitgekeken en ik wil in ieder geval de Raad hartelijk danken voor de tijd en de moeite die zij in dit belangrijke onderwerp hebben gestoken. Ze hebben met heel veel mensen gesproken in binnen- en buitenland, gelukkig ook in de ontwikkelingslanden zelf, ik vind dat heel positief, en ook een gedegen analyse neergelegd, waar ik ze zeer dankbaar voor ben. Ik prijs de WRR voor een constructief rapport dat de slogans voorbij is en een interessantere bijdrage levert aan het debat over ontwikkelingssamenwerking. Zoals u weet ben ik voorstander van een goed debat over ontwikkelingssamenwerking. Ik heb dat ook in de afgelopen jaren verwelkomd. En uw werk, denk ik, kan bij het vervolgdebat, zoals professor van Lieshout zei, denk ik een hele belangrijke rol spelen. Na vorige week, laat ik dat maar even zeggen, weten we nog eens te meer het belang van de eerste reactie bij het in ontvangst nemen van belangrijke rapporten. Let dus op, ik geef slechts een eerste en zeer voorlopige reactie. En dat stelt misschien een aantal van u hier teleur, maar het is ook uit respect voor het werk van de Raad. Het mag ook niet een Nederlands debat blijven. Dit belangrijke rapport vergt intensieve bestudering door de gehele regering. We hebben het net over coherentie gehad, ik kom daar zo nog even over terug, maar het gaat natuurlijk over de minister voor ontwikkelingssamenwerking, maar zeker ook die van Financiën, van Landbouw. En er zijn nog een aantal andere te noemen, Defensie, Buitenlandse Zaken. Het vergt intensieve bestudering door de gehele regering en ergens in de komende maanden komt de regering dus ook met een officiële reactie. Zoals u weet zijn de WRR-rapporten voor de regering als geheel. Zeker sommige aanbevelingen vergen nader overleg en een breed maatschappelijk debat. En ik ben blij dat er zoveel mensen zijn vandaag. Ik ben er zeker van dat het ook gaat gebeuren. Hier, in onze sector en in de samenleving en het parlement. Maar ook in de partnerlanden. Zij horen achter het stuur van hun eigen ontwikkeling te zitten. Dat is misschien net zo belangrijk. We zorgen dat
ook dit rapport in de landen waar we mee werken alle aandacht krijgt die het verdient. De wereld van ontwikkelingssamenwerking is volstrekt anders dan toen we 60 jaar geleden begonnen. Het is bijna een cliché, ik heb het heel vaak gezegd, maar Ben Knaper zei het zo net ook even. Het is een wereld geworden ook met een eigen taal, met een eigen jargon, met een eigen industrie, maar ook met een eigen professionaliteit en een opbouw van kennis en kunde. Daarom ben ik bij mijn aantreden begonnen met een hele forse moderniseringsagenda, 2 jaar geleden. En de analyse en voorstellen van de WRR leveren daarvoor wat mij betreft een belangrijke kwaliteitsimpuls. En de analyse staat daarbij voorop, want die vond ik erg belangrijk in het boek wat u ongetwijfeld gaat lezen. De voorstellen van de WRR zijn serieuze voorstellen en bewijzen dat ontwikkelingssamenwerking echt een zaak van iedereen is, zoals wij destijds onze nota noemden. Want juist in een tijd van forse klimaatverandering, voedselschaarste en gewapende conflicten is ontwikkelingssamenwerking een zaak van iedereen. Van oude en nieuwe spelers, van usual en unusual suspects, van alle leden van het kabinet. En daarom zullen wij er in de ministerraad ook gezamenlijk over spreken, zoals dat hoort bij een WRR-rapport. Ik zei dat al. Ik heb eerder gezegd hoe belangrijk het is dat ontwikkelingssamenwerking uit het schuttersputje komt. Ontzettend belangrijk, uit het schuttersputje. En ik denk dat de WRR op tafel legt hoe belangrijk dat is. Als vakminister ben ik er diep van overtuigd dat ontwikkelingssamenwerking in een snel veranderende wereld belangrijker is dan ooit. Belangrijker is dan ooit. Niet als oplossing voor alle problemen. Dat hebben we ook nooit geclaimd en dat mogen we ook nooit claimen. Ontwikkelingssamenwerking kan nooit alleen de problemen van armoede in de wereld oplossen. Het zou een volstrekte illusie zijn als je kijkt naar de kapitaalstromen, de hoeveelheid geld, maar vooral ook de eigen verantwoordelijkheid van mensen en landen. Maar het is wel een belangrijke katalysator van ontwikkeling. En in die zin is ontwikkelingssamenwerking inderdaad onontkoombaar, zoals de WRR schrijft. Onontkoombaar, ik vind dat een mooie formulering. Maar onontkoombaar in een volstrekt nieuwe context. Er zijn nieuwe motieven, verlicht eigenbelang, terecht. Nieuwe spelers, China, delen van het bedrijfsleven, en ik kan nog veel meer noemen. Nieuwe doelstellingen. En de machtsverhoudingen in de wereld zijn radicaal veranderd in die 60 jaar. En de financiële crisis verbindt Nederland direct met de problemen in de rest van de wereld. Binnenhof en buitenplaats zijn één geworden. Wall Street verbindt Main Street, zoals de Amerikanen dat eigenlijk veel beter altijd kunnen zeggen dan wij. En in Kopenhagen, toen ik daar een maand geleden was, heb ik ervaren hoe een onderwerp, wat de WRR benoemt als het belang van internationaal publieke goederen, in dit geval het onderwerp klimaat, de wereld bijeenbrengt, maar tegelijkertijd ook verdeelt. En dit is niet de plaats of het moment om dieper in te gaan op de verschuivende machtsverhouding in de wereld. En de rol van de opkomende economieën als China en Brazilië, de toekomst van de VN of de gevolgen van de klimaatverandering voor ontwikkelingslanden. Daar neem ik nu de tijd niet voor. Er staan interessante analyses overigens op dit type problemen in het rapport. Maar de minister van Ontwikkelingssamenwerking is eigenlijk heel fors bij al die problemen betrokken. Want het gaat niet om hulp alleen. Het gaat om hulp, ontwikkelingsdiplomatie en ook je wegvinden in die discussie over internationaal publieke goederen en het belang van ontwikkeling. Maar één ding is duidelijk. De wereld verandert en Nederland verandert mee. Ontwikkelingssamenwerking is heel hard bezig zich daaraan aan te passen. En daar moet je een goede balans hebben tussen continuïteit en vernieuwing. Tussen professionaliteit die je opgebouwd hebt en nieuwe kennis die je nodig hebt. En ik wil daar best fors over nadenken. Mijn moderniseringsagenda is wat dat betreft radicaal. En ik zie een aantal ideeën in het WRR-rapport die mij weer zeer positief voorkomen. Is dat niet netjes uitgedrukt naar aanleiding van het rapport? Er zijn ook voorbeelden. Met de 500 miljoen euro voor duurzame energie die we hebben, lopen we internationaal voorop. Juist op dat internationale publieke goed van klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Hetzelfde geldt voor de 3D-benadering in Uruzgan. En in de samenwerking met de ministeries van Justitie. Er is geloof ik geen land ter wereld waar de migratie en ontwikkeling zijn uiting heeft gevonden in een nota die ook uitgewerkt wordt. Landbouw, waar we juist nu de kennis van ontwikkelingsprocessen essentieel is. Onze opgebouwde professionaliteit is daarbij ook essentieel om kennis, financiering en samenwerking in een landenspecifieke mix in te zetten. En laat ik daar professor van Lieshout ook complimenteren. Mijn analyse is al van jaren landenspecificiteit. Vraagbenadering, niet het aanbod van wat wij willen en we plakken het op de wereld, vanuit een soort politiek van de goede bedoelingen. Het gaat om kijken naar de bottlenecks in landen zelf en van daaruit, op basis van comparatieve voordelen in Nederland, je beleid vorm te geven. Voor ik verder ga over de voorstellen in het WRR-rapport op de manier die ik net zei,
Eerst een paar woorden toch over de ramp op Haiti. Haiti is weliswaar geen partnerland, maar wel een land dat wordt gekenmerkt door een concentratie van economische tegenstellingen, extreme armoede en wanbestuur. En ik ben net terug uit Brussel, waar ik onder leiding van de nieuwe Europese minister voor Buitenlandse Zaken, Ashton, overleg heb gevoerd over de noodhulp aan het getroffen gebied. Natuurlijk is die noodhulp heel belangrijk, maar voor de wederopbouw en ontwikkeling van Haiti is langdurige internationale samenwerking hard nodig. Op een manier die ook zo snel mogelijk de verantwoordelijkheid overdraagt aan de mensen zelf. Met andere woorden, naast verlicht eigenbelang als motief voor ontwikkelingssamenwerking, blijft ook moraliteit van belang. Zonder overigens in een politiek van de goede bedoeling te vervallen. Ontwikkelingssamenwerking speelt daarbij overigens, dat verzeker ik u, een essentiële rol. En is niet alleen een bijzaak. U zult dat merken in deze dagen, als we verder met elkaar vechten om de mensen in Haiti te helpen. Het WER-rapport heb ik ook gelezen als hernieuwde oproep aan Nederland. Dat oplossingen voor mondiale problemen ook internationaal moeten worden gezocht. Daar komen we niet omheen. Voor mij is de centrale vraag, wat wordt bij het oplossen van die problemen de rol van ontwikkelingssamenwerking? Dat is, zoals ik al zei, ook de achtergrond van onze moderniseringsagenda. En ik constateer dat de diepgaande ideeën van de WER daarin passen en op voortbouwen. Bij het bepalen van de agenda moet de kritiek ook uit de samenleving uiterst serieus worden genomen. Het is de uitdaging om ons aan te passen aan de nieuwe realiteit en ontwikkelingssamenwerking tot een essentieel onderdeel te maken van de aanpak van grote mondiale problemen. Onze burgers vragen dat ook van ons. Maar de uitwerking in operationele zin, want daar komt het op een gegeven moment dan op neer, blijkt ook voor de WER niet eenvoudig. En dat begrijp ik ook. Het is een worsteling, geloof ik, zei professor van Lieshout. En ik waardeer in ieder geval dat de WER veel tijd heeft genomen voor de analyse en zelf ook duidelijk worstelt met die oplossingen en oplossingsrichtingen en die in debat brengt. In dit perspectief is de vaststelling dat ontwikkelingssamenwerking onontkoombaar is misschien wel de belangrijkste conclusie van het WER-rapport. Ze mag triviaal lijken, voor mij is ze essentieel. De wereld verandert sneller dan ooit. De internationaal financiële economische crisis is maar één bewijs van de groeiende afhankelijkheden in de wereld. Ook klimaatverandering, voedselschaarste, migratiestromen en gewapende conflicten zijn mondiale problemen die onderstrepen dat Nederland onlosmakelijk met die wereld verbonden is. En het voorstel van de Raad om de positie van de minister van Ontwikkelingssamenwerking te versterken met een verantwoordelijkheid voor de globaliseringsagenda is eigenlijk een logisch voortvloeisel van de analyse in het WER-rapport. En de regering zal deze suggestie nader op zijn merites moeten bestuderen. De WER constateert naast de kritiek en opmerkingen over moeilijke meetbaarheid, en ik ben het daarmee eens, is intrinsiek aan ontwikkelingssamenwerking, die meetbaarheid. Overigens niet heel erg verschillend van wat we in Nederland doen met de publieke sector. Het is heel erg moeilijk aan te geven, of als we een Noord-Zuidlijn bouwen of een Betuwe-lijn, dat doen we natuurlijk in Nederland heel erg goed, of we dan echt kunnen meten wat precies de bijdrage is aan die economische groei. Dat is een essentieel probleem van meetbaarheid, wat nog eens groter wordt als meer spelers met elkaar in feite verantwoordelijk zijn voor iets wat landen zelf eigenlijk vorm moeten geven. Dus een bekende attributieprobleem. Terecht wordt daar in de WER met nuanceringen gewerkt. Het is onzin om te zeggen dat hulp niet helpt. Het gaat erom wanneer kan het een katalyserende, belangrijke rol spelen. Dat is de essentie. En dan zie je dat ontwikkelingssamenwerking wel degelijk heeft bijgedragen aan sprongen voorwaarts in een aantal Aziatische landen. Ik denk aan Zuid-Korea, we zouden een aantal andere kunnen lopen. Maar ik ben het ook eens met de opmerking van professor van Lieshout zojuist. Er is niet één model voor de wereld. Misschien zijn de lessen uit Azië zeer relatief voor Afrika. En zelfs binnen Afrika zijn er zulke grote verschillen. Je moet beginnen met de diagnose in elk land op zich. En zo werkt de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking overigens ook. Dat is ook de essentie van ons beleid. De belastingopbrengsten in Afrikaanse landen zijn de laatste jaren verdubbeld. En zijn hoger dan de totale omvang van de hulp. Met andere woorden, die hulpafhankelijkheid die kan dus afnemen. En dat is natuurlijk ook onze doelstelling. En ik ben daar ook voorstander van. Ook komen ziekten als pokken en polio bijna niet meer voor, is het aantal kinderen dat overlijdt aan diarree met de helft afgenomen en zijn er positieve resultaten geboekt in de strijd tegen mazelen, malaria en HIV-AIDS. En er gaan veel meer kinderen naar school. In die zin is er wereldwijd en ook in ontwikkelingslanden sprake van een sociale revolutie. Toch moet er volgens mij nog veel veranderen. Corruptiebestrijding, versterking van de productieve sectoren en nieuwe allianties met het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld horen daar wat mij betreft toe bij. En ik denk dat een aantal ideeën van de WER daar nou bij op aansluiten. Als ik kijk wat we op het ogenblik doen met het bedrijfsleven, de Rabobank, bankwezens in Afrika opzetten.
met het Nederlandse verzekeringswezen. Om ook te zorgen dat de armen in feite op een hele andere manier bezig zijn met armoedebestrijding. En zichzelf kunnen verzekeren, waardoor vervolgens ook het aanbod kan veranderen van de gezondheidszorg in Afrikaanse landen. Dat is essentieel. En het Nederlandse beleid is daarmee meer dan bijeen bij welk land het specifiek moet gebeuren. Ik zei al iets over diagnosticeren. En ik zeg maar even in alle eerlijkheid tegen professor Van Lieshout, DFID heeft het wel een beetje van ons afgekeken om daar ook landenspecifieke programma's te maken en die vervolgens ook te publiceren. En wij hebben natuurlijk ook onze comparatieve voordelen, want één ding ben ik het zeer mee eens. En ik wil daar graag met de WRR verder een discussie. Wij moeten ons richten op een paar prioriteiten. Wij hebben er 4 gekozen, niet meer en niet minder. Je kunt de wereld niet oplossen met ontwikkelingssamenwerking. De kernwoorden zijn landenspecifiek diagnosticeren, kijken waar je comparatieve voordelen doen en op basis van de vraag een katalyserende rol spelen. Ontwikkelingssamenwerking moet daarbij, en dat vind ik een heel belangrijk punt, misschien het centrale punt, naast het belang zelf van het onderwerp, is dat ontwikkelingssamenwerking kennisintensiever moet worden. Ik vind dat een heel belangrijk element van het rapport. We moeten vaker erkennen dat het een zoektocht is naar nog onbekende oplossingen en moeten daarom een professioneel leersysteem hanteren. De woorden van de WRR. Klinkt misschien wat vaag, maar ik ben het daar zeer mee eens. Als wij denken dat we heel snel even de oplossing voor een aantal ontwikkelingslanden kunnen bedenken via beleidsmantra's, zijn we snel weg. Het instrument moet niet passen op het land. Het land, daar begin je. En dan ga je vervolgens met je instrumenten aan de gang. En in een zaak van iedereen hebben we gezegd dat het uit moet zijn met de beleidsmantra's. Van de Washington Consensus tot de gedepolitiseerde discussies over goed bestuur. Analyses moeten landenspecifiek zijn. Ik dank de WRR voor een aantal ideeën die ze daar over hebben en die verdere discussie vereisen. Langdurige betrokkenheid leidt tot grondige kennis, schrijft de WRR in een zeer goed uitgewerkt deel van zijn rapport terecht. Ik stel overigens wel vast en vind het belangrijk op te merken dat Nederland in internationale vergelijkingen met andere donoren, bijvoorbeeld in de zogenaamde peer reviews van de OESO, stevast goed scoort. Zowel in kwaliteit als professionaliteit. Daar staan we nog steeds bij de top van de wereld. En daaraan moet wel recht worden gedaan, vind ik. Maar ik deel de conclusie van de WRR dat de toegenomen complexiteit van ontwikkelingssamenwerking een nieuwe stap in kennis en professionaliteit nodig maakt. Ik heb daar zelf op mijn ministerie een intensieve kennisstrategie voor gestart. Met andere carrièreprofielen, want u wijst wel terecht op een probleem dat er bestaat. Intensieve samenwerking met universiteiten hier en daar en nog veel meer. Maar modern kennismanagement betekent in mijn ogen niet dat alle kennis in huis moet worden gezocht. Wel dat landenspecifieke en hoogwaardige kennis, vooral lokaal, niet noodzakelijkerwijs Nederlands, van politieke, sociale en economische ontwikkelingsprocessen voorhanden zijn. In dit verband beveelt de WRR aan een gespecialiseerde organisatie op te zetten onder de naam Netherlands Aid. U heeft daar zojuist over gesproken. Ook daar wil ik nog niet officieel op reageren. Ik vind dat ook een gedachte die de discussie waard is. Wel wil ik een enkele gedachte over dit voorstel delen. De huidige opzet waarbij ontwikkelingsgelden worden gedelegeerd aan de ambassades kent nadelen, maar ook voordelen. En de oprichting van een dienst zal extra kosten met zich meebrengen. We hebben flink aan slagkracht gewonnen door geïntegreerd beleid, bijvoorbeeld in relatie tot de fragiele staten. Maar ook de oprichting van een ontwikkelingsorganisatie kan voordelen hebben. Ik zeg eerlijk, dit deel van het advies is niet zonder problemen. Dus daar zullen we verder naar moeten kijken. De discussie is in het verleden vaker gevoerd en een dienst als USAID geldt niet per se voor mij als een lichtend voorbeeld. Men is juist vaak jaloers op het Nederlandse model, waar gedecentraliseerd, snel en flexibel beslissingen kunnen worden genomen. Dat is heel belangrijk. Want juist als je praat over internationaal publieke goederen en over kennis en kunde, dan moet je dat eigenlijk direct betrekken bij de mensen die ook gaan over bestuur en over politiek. Dat moet je eigenlijk niet apart willen zetten. Hulp en politieke OS zijn in het Nederlandse model naar mijn smaak goed geïntegreerd, maar we zijn altijd natuurlijk bereid om verder te kijken. De vraag is dus of er alternatieven zijn om die professionaliteit nog verder te versterken en te waarborgen. Nog een bureaucratie erbij in een partnerland kan ook een stap terug betekenen. Juist het belang van publieke goederen en politieke ontwikkelingssamenwerking die zich concentreert op bestuur, instituties en lokale kennis, verhoudt zich slecht tot een nieuwe en gespecialiseerde club. Dat zou ons kunnen terugwerpen naar de tijd van voor de zogenoemde herijking. Instituties zijn ook niet altijd een oplossing. Het gaat er juist om de agenda van hulp, ontwikkeling en publieke goederen operationeel te koppelen. Dat doel en de noodzaak onze kennisagenda te verdiepen zal de regering meewegen in de beoordeling van dit voorstel.
Op mijn beleidsprioriteiten van de regering groei en verdeling als eerste, klimaat en energie, fragiele staten en seksuele en reproductieve gezondheid, zijn al kenniskringen met universiteiten en bedrijfsleven opgericht. En de regering wil onderzoeken of ook nauwere aansluiting bij terreinen waarop Nederland traditioneel sterk is, zoals de WRR voorstelt, kan bijdragen aan de ontwikkeling van de kennisagenda. Aan een directere band met de kennis en ervaring in het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksinstituten wordt al gewerkt. En ik vind het belangrijk om dat uit te bouwen. En ik vind ook dat dat nodig is. Ik heb echt gezien toen ik minister werd dat er wel een slag te slaan was. En dat er wel in de afgelopen jaren daar ook afbraak is geweest. Vandaar die kennisagenda waar we mee zijn begonnen. Het is niet altijd iets wat je snel naar buiten brengt, want kennisagenda is niet erg sexy, maar het is wel essentieel. Top-notch kennis wordt steeds meer het belang van ontwikkelingssamenwerking. Een andere aanbeveling van de WRR is om terug te gaan naar 10 partnerlanden. Dat hangt er eigenlijk een beetje mee samen. Ook deze suggestie zal de regering bestuderen. In de afgelopen 15 jaar is Nederland al teruggegaan van 100 naar 40 partnerlanden. En ik ben daar een groot voorstander van geweest. En nog in deze kabinetsperiode zullen we de ontwikkelingssamenwerking met 7 landen stopzetten. En in 6 andere landen zal de ODA-bijdrage dalen. Steeds wordt zowel de behoefte van een ontwikkelingsland meegewogen als de mogelijkheid voor Nederland om op basis van comparatieve voordelen daadwerkelijk het verschil te maken. Het voorstel van de WRR zal ook in dit licht moeten worden bezien. Het aantal van 10 is daarbij, begrijp ik uit het rapport, tamelijk willekeurig gekozen. Wij hechten eraan de spankracht van Nederland, waar gaat het eigenlijk om? Kennis, kunde, ervaring, je kan niet alles doen. Te koppelen eigenlijk op een manier waar we tot nu toe voor gekozen hebben. Dat je eigenlijk 3 categorieën van landen neemt. 1 categorie, dat zijn de landen die vrij snel tot economische verzelfstandiging zouden kunnen komen. Waar de millennium ontwikkelingsdoelstellingen relatief snel behaald zouden kunnen worden. Dat zijn de categorie 1 landen, daar heb je een bepaald personeel en financieel beleid voor nodig. Een tweede categorie die gaat over fragiele staten, wat veel minder om geld gaat, maar vooral ook om samen met anderen te kijken of je kan komen tot stabilisering van situaties. En het derde, en dat sluit heel erg dicht aan op wat u zegt, een categorie waar je blij bent dat het succes zodanig groot is dat ontwikkelingssamenwerking automatisch kan ophouden en de private sector het kan opnemen. Ik denk dat die formulering van 3 categorieën van landen misschien een zinnige is om te komen tot een beperking van het aantal landen. Niet als doel op zich. Niet als doel op zich. Soms kan je in een land heel goed aanwezig zijn als je kleiner bent. Soms is het een nadeel als je heel erg groot bent. Want de illusie is echt, het zou een illusie zijn om te denken dat Nederland ook weer groot genoeg is om als hele grote speler in een ontwikkelingsland het verschil te maken. Dus dat is een beetje ook weer, om het met de WRR te zeggen, landenspecifiek. Daar zijn dus best wat vragen bij te stellen. Ik denk dat die categorie indeling van landen, dat die heel handig is. Misschien kunnen we kijken hoe we daar ook verbanden kunnen leggen met de voorstellen van de WRR. Terecht constateert de WRR dat ontwikkelingssamenwerking te versnipperd is. Nou, daar vindt u in mij een grote ally. Ik vind het onacceptabel dat een doorsnee ontwikkelingsland te maken heeft met 33 donoren en daarnaast nog eens honderden NGO's. Daarom loopt Nederland voorop bij het maken van afspraken om het werk beter te verdelen tussen donoren, bijvoorbeeld in Mali en Mozambique. En daar zit ook een beetje dat punt van die 10 landen in, ik heb er wat vraagtekens bij gezet. Maar ook dat kan alleen een consequentie zijn van donorafspraken. En daar zijn wij zeer hard mee bezig in de Europese Unie, maar dat is niet eenvoudig. En in relatie tot de niet-gouvernementele organisaties heeft het nieuwe financieringsstelsel het aantal aanvragen voor subsidies al gehalveerd en wordt alleen nog subsidie gegeven aan organisaties die samenwerken. Dus ik voel zeer voor die conclusie of voor die analyse van versnippering. We zijn er eigenlijk heel hard mee bezig om daar wat aan te doen. In deze regeerperiode hebben we het aantal prioriteiten ingeperkt tot 4. Mag ik daar professor van Lieshout steunen? Ik vind dat je niet alles kan doen. Dat zou heel slecht zijn. Dat is een beetje het probleem als je over ontwikkelingssamenwerking spreekt. Iedereen wil altijd alles oplossen. Mensen daar moeten het oplossen. Bekende verhaal van de vis en de hengel. Economische verzelfstandiging. Dat is de essentie. Dat betekent dus dat je als Nederland ook je tot prioriteiten moet verhouden. Je kunt niet alles doen. We hebben dat ook gedaan in onze moderniseringsagenda. Focus was en is nodig in de zich snel ontwikkelende agenda voor ontwikkelingssamenwerking. Ik ben het met de WRR eens dat onze inspanningen zich meer moeten richten op de economische ontwikkeling van landen. Dat is een essentieel punt van het rapport. Toen wij bezig waren met een zaak van iedereen, onze nota, is dat direct de analyse geweest waar ik altijd mij over verbaasd heb. Ook over de tegenstelling, eerlijk gezegd, tussen sociale sectoren en productieve sectoren. Die zijn echt voorwaarden voor elkaar. Het is niet of en. Het is de samenhang van die twee. Het is ook met alle respect niet zo dat onderwijsprogramma's of gezondheidsprogramma's pleisters plakken is.
Dat kan pleisters plakken zijn als je het op een verkeerde manier doet en de hulpafhankelijkheid vergroot. Dan kan het wel zo zijn. Maar als je nou kijkt naar een zaak als beroepsonderwijs, dan is de essentie juist om onderwijs te koppelen aan economische ontwikkeling. Maar ik ben het er wel mee eens. En we doen dat met u, hoop ik, met wat nieuwe ideeën uit de WER in internationale fora. Bij de hervorming van de Wereldbank en het IMF en de Europese Unie. Daar moeten we ons sterk maken voor de positie van de armste landen in een sterk concurrerend internationaal economisch systeem. We hoeven dat nu niet te bespreken, maar u kent de verhalen voor China. De opkomst van China leidt tot grote problemen voor Afrikaanse landen om ook een comparatief voordeel in die wereldeconomie te hebben. Daar zullen ze wel hun werk en hun inkomen uit moeten halen. En inderdaad ook hun financiering van de sociale sectoren. Wij leggen daar dus de nadruk ook op. En als je kijkt naar ongelijkheid tussen en binnen landen, zijn zaken als regionale infrastructuur, handelsketens, investeringen in het midden- en kleinbedrijf en toegang tot krediet essentieel. En overigens zeg ik dat de investeringen die wij hierin doen een veelvoud zijn van wat er in de WRR-rapport als zodanig wordt gerubriceerd. Dat is echt aanmerkelijk meer. Maar ik vind dit wel een centraal punt van het WRR-rapport. Daar gaat het om. Die samenhang tussen productieve sectoren, landenspecifieke bottlenecks en de sociale sectoren. Dat is de essentie. Wij zijn er misschien nog te weinig mee begonnen met collega Verburg. Investeren we bijvoorbeeld fors in de landbouw en de voedselzekerheid. Een ander voorbeeld is de nieuwe regeling voor infrastructuur, Orio, die in samenwerking met collega Heemskerk tot stand is gekomen. Deze regeling is niet langer primair gericht op het binnenhalen alleen van exportorders voor het Nederlands bedrijfsleven, maar op economische ontwikkelingen van landen zelf. Maar voor economische ontwikkeling blijven investeringen in onderwijs, inclusief het beroepsonderwijs en gezondheidszorg, nodig. Zonder een opgeleide en gezonde bevolking is groei nauwelijks mogelijk. Nog deze week zal ik overigens een brief sturen naar de Tweede Kamer over groei en verdeling, waarin we die relaties zullen leggen. Het is niet en, of, het gaat om samenhang, zoals ook de WRR lijkt te bevestigen. Tot slot misschien de 0,7 en 0,1% norm. Daar zit iedereen altijd op te wachten. En ik vond dat professor Van Lieshout dat formidabel eigenlijk formuleerde. De WRR stelt terecht dat deze norm een politieke norm is, die internationaal is vastgesteld. Laat ik van mij uit zeggen dat het staand beleid is dat Nederland zich wil vasthouden aan zijn internationale verplichtingen. Dat is belangrijk, zeker in een tijd waarin steeds meer landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Ierland, de norm willen respecteren. En ook de Verenigde Staten deze week bereid zich heeft gevonden via mevrouw Clinton om dat te doen. En ik zou het teleurstellend vinden als dit interessante rapport, dit belangrijke rapport van de WRR, leidt tot een smalle discussie nou net over die 0,7%. Dat is een internationale norm, daar houden wij ons aan. En als we daarop gaan focussen, zou dat ook voorbij gaan aan de essentie van dit rapport. Juist de WRR benadrukt het belang van de combinatie van hulp en ontwikkeling en de bijdrage van diverse ministeries, maar ook van de private sector als het gaat over moderne ontwikkelingssamenwerking. En uitbreiding van het type middelen dat ontwikkelingssamenwerking coherent steunt, dat hoort daarbij. Er is veel meer te zeggen. Ik ga afsluiten over dit interessante, constructieve rapport. Mijn beleid is gericht op een duidelijke focus van Nederlandse prioriteiten. Ik heb dat gezegd. 4. Waarbij de comparatieve voordelen van Nederland een rol dienen te spelen. Verdere professionalisering van onze mensen en operationele aansluiting bij de aanpak van grote internationale problemen van deze tijd. Ik herken dat in het rapport van de WRR. Veel analyses en voorstellen zijn heel erg belangrijk. Andere vereisen een diepgaand en breed debat. Ik zie uit naar dat debat. Zeker niet alleen in Nederland, maar ook met onze partnerlanden en collega-donoren. De tijd is voorbij dat wij in Nederland wel even zullen bepalen hoe het zit. Gelukkig maar. Dank u wel. Ja. Goedemiddag. Minister Koenders, dank voor uw eerste voorlopige uitgebreide reactie. Nu tijd voor een vragenronde. Van Lieshout en Koenders hebben wat meer tijd genomen dan we hun in het programma hadden toebedeeld. In het kader van de rechtvaardigheid, wat een waarde is die op dit beleidsterrein eentje is die we moeten handhaven, stel ik ook voor dat we u wat meer tijd geven. Zegt u even wie u bent en namens welk medium u spreekt als u uw vraag stelt, dat is voor iedereen gemakkelijker. Wie kan ik aan het woord laten? Even zitten. Zo helder dat niemand nu
geoefend heeft, dan zijn we gauw klaar. We hebben tot 6 uur in de zaal geduurd. Sorry, nee, die man achter u al. Bent u nog vol? Ja, zet ik hier. Ruud Mikkers, Telegraaf. Kunt u even gaan staan? Ja, dat is makkelijk. Ruud Mikkers, Telegraaf. U heeft over het aantal landen, dus vragen. Ik begreep dat het aantal van 10 willekeurige gekomen was, dat weet ik. U kunt daar nog niet al te veel over zeggen. Er zijn er straks over 10 die zouden willen. Maar welk aantal zou u moeten gaan denken? Wat zou het concreet kunnen zijn? Is dat veel dingen die verkeerd is? Laat ik er dit over zeggen, of het willekeurig gekozen is. Ik heb geen redengeving gezien voor het aantal van 10 in het rapport. Maar het kan best zijn dat dat er wel is, dus die vraag laat ik graag voor professor Van Lies houden. Misschien een beetje opvallend. Ik weet nog heel goed, toen ik minister voor ontwikkelingssamenwerking was, dat de eerste vraag van journalisten over verwijder ik u niet. Wat doet u met de landenlijst? Welke landen gaan er wel of niet in of uit? Alsof dat iets is wat je op dag 1 kan beslissen. We hebben natuurlijk enorm veel geïnvesteerd in de afgelopen 60 jaar in landen. Sommige landen zijn er bovenop gekomen. Zeker niet alleen door ontwikkelingssamenwerking, maar soms met een katalyserende rol. Daar geven we geen hulp meer aan. Soms zijn er landen die erbij zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld in Centraal-Afrika. Dus ten eerste is het een dynamisch proces. Dat is één. Ten tweede is het zo dat dat het iets te maken heeft met kennis en kunde van Nederland en kennis en kunde die we opgebouwd hebben. Wat wel essentieel is, en dat deel ik zeer met de WRR, is dat een land moet natuurlijk wel een goede verdeling maken met andere donoren als het gaat om de hoeveelheid landen waar je in gaat zitten. En dat kan, wat mij betreft, en moet dat ook tot een vermindering van het aantal landen leiden. Omdat de verdeling tussen donoren betekent dat er scherper ook tussen landen wordt gekozen. Ik ben daar een groot voorstander van. Dat gaat langzaam, want allerlei landen hebben allerlei belangen. Maar Nederland is daar zeer voor. Dat is nummer 2. Nummer 3 is mijn benadering tot nu toe, maar we staan open voor het debat, dat heb ik vanmiddag ook duidelijk aangegeven, is dat je iets beter kunt werken in categorieën van landen. Fragiele staten, landen die in de richting gaan van economische zelfstandiging en landen die in een transitiefase laat komen. Hoe meer dan natuurlijk in die laatste categorie komen, hoe sneller je ook het aantal landen afbouwt. Dus ik zou geen uitspraak willen doen direct hier vanmiddag over het aantal landen. U begrijpt de analyse dat je kennis en kunde moet koppelen aan datgene wat je aan kan. Op het ogenblik geloof ik dat Nederland in staat is op goede manier in de landen te werken waar we dat doen. Maar ik zou graag verder gaan met donorcoördinatie en vermindering van het aantal landen, maar dan moet het wel ook mogelijk zijn. Van Lieshout. Het aantal van 10, hè, van hoe kom je daar nou op? Even heel simpel rekensommetje. Minister Koenders zegt net van een gemiddeld Afrikaans land heeft op dit moment te maken met 33 donoren en dat is onhanteerbaar. Wat is wel hanteerbaar? Misschien 10. Je zag op een gegeven moment dat het probleem is, de meeste Afrikaanse landen kunnen zelf donoren slecht hanteren. Maar voor een land als Vietnam, waar het natuurlijk heel goed mee gaat, die heeft op enig moment zelf naar zich toegetrokken dat ze die donoren wouden gaan managen. En die is die donoren ook in clusters gaan indelen met het idee van alleen langs die lijn wordt de hulp die wij krijgen efficiënt ingezet. En dan kom je op ongeveer een categorie van 10. Dus als je van 33 naar 10 gaat, dan moet je een indikkingsfactor van een factor 3 hebben. Als Nederland dat nou ook op zijn eigen aantal toepast, dan kom je op ongeveer 10 landen uit. Er zijn nog wel andere manieren om ook bij dat getal uit te komen, maar dit is al een hele voor de hand liggende manier om te zorgen dat in ieder geval Afrikaanse landen de profilatie van donoren nog enigszins hanteerbaar kunnen maken. Je kunt een ander sommetje, als u dan zegt van ja, wat voor andere manieren. Een van de argumenten is niet, een argument is dat Afrikaanse landen wat dat betreft niet met een proliferatie van donoren zitten die onhanteerbaar wordt. En zelf ook nog een regievolle rol kunnen vervullen. Een ander argument is natuurlijk vanuit de donoren zelf. En dat is het argument dat je in toenemende mate ook wel iets van, noem het maar politieke leverage, iets in een zekere positie moet hebben nog in een land, wil je niet weggespeeld worden. Het is onze stelling, en die kun je betwisten, maar het is onze stelling dat de meeste Afrikaanse landen op dit moment regeringen hebben die ergens het midden houden tussen een regering die volledig gaat voor de belangen van de eigen bevolking in zijn algemeenheid en de toch wel erg particuliere belangen van een aantal mensen die de regering vormen. En precies in zo'n soort diffuse situatie zul je altijd al moeten bewaken dat hulp niet op enig moment ook misbruikt wordt of erg ingezet wordt voor wat particulierdere belangen. En
daar heb je toch vaak ook een positie voor nodig in dat hele spel om voldoende aanwezig te kunnen zijn als onderhandelingspartner. Anders word je sowieso weggezet. En wil je een substantieel bedrag meenemen, dan zul je toch ook in de meeste gevallen, denk ik, ongeveer 3 keer zoveel moeten meenemen als nu. Om in een politiek spel, waarin ook steeds meer andere spelers optreden, ook voor een overheid elders een serieuze partner te zijn. En ook langs die lijn kom je uit op een factor 3. Koeners, wou nog een kleine opmerking over maken. Misschien nog één ding, want voor je het weet gaan we een heel interessant debat nu al beginnen. Dat zou ik zeker niet beginnen al willen met de WR, omdat ik het echt een serieus voorstel vind om het aantal landen te beperken. Maar misschien toch even in antwoord op wat hier gezegd werd over de invloed van Nederland in een individueel Afrikaans ontwikkelingsland. Met alle respect, met alle ervaring die wij hebben, is het een illusie te denken dat ook als Nederland heel veel geld daar zou hebben, dat we daar nu ineens dan het beleid forser zouden kunnen beïnvloeden. Ik denk dat het juist de trend is om hulp veel meer onder donoren gezamenlijk weliswaar beter te verdelen, maar ook gezamenlijk een politieke dialoog met die landen aan te gaan. En het is juist in een aantal landen waar we heel sterk zitten, soms vanwege het koloniale verleden, hoor, dat zijn hele specifieke gevallen zoals Suriname of elders. Maar is het juist niet een voordeel als je zelf een hele grote speler bent? En zeker niet als je ook niet echt de grootste speler ooit kan worden. Want dat zijn natuurlijk Verenigde Staten, China en het VK. Ik denk dat wij veel meer in het kader van Europese samenwerking en in het kader van gelijkgezinden moeten proberen gezamenlijk in landen ook inderdaad te zorgen dat er een goede politieke dialoog is. Maar dit is iets voor het debat, hoor. Maar het is wel een belangrijk onderdeel, omdat natuurlijk ook Afrikaanse landen veel zelfverzekerder zijn geworden. En dat vind ik ook eigenlijk hartstikke goed. Ja, ga ik gewoon. Rol van de Hoek van de Institute of Social Studies. Ik had u even staan. In de presentatie is veel nadruk gelegd op de vraagstand bij de landen en de proliferatie ook van ontwikkelingshulp. Ik heb in de introductie van professor van Lieshout en ook in de reactie van de minister niets gehoord over het multilaterale kanaal. Wat zijn de oplossingen om proliferatie tegen te gaan en om meer aan de vraagzijde van de ontwikkelingshulp te doen door meer ontwikkelingshulp via multilaterale kanaal te sturen? Van Lisa? Ja, interessant onderwerp. We zeggen daar een aantal dingen over. Je zou natuurlijk, en dat is in Nederland door sommigen ook wel ooit gepropageerd, de stelling kunnen betrekken van waarom hebben we dit debat überhaupt nog hier met elkaar? Als minister Koenders nou gewoon eens één keer per jaar zo'n cheque overmaakt naar de Wereldbank, dan wordt het hier een stuk rustiger en kunnen wij ons gaan concentreren op zaken die misschien voor ons veel belangrijker zijn. Waarom niet? Hetzelfde redenering kun je overigens hebben met betrekking tot de Europese Unie. Waarom zouden wij als Nederland nog een eigen ontwikkelingsbeleid voeren en waarom doet de Europese Unie dat niet? Onze redenering is dat we voorlopig nog niet in een situatie zijn waarin je dat in redelijkheid zou kunnen gaan doen. Als je het over de Wereldbank hebt, zou je eerst eens moeten zorgen dat je niet praat over een zuivere monopoliepositie van één organisatie die in het verleden een aantal hele verstandige dingen heeft gedaan, maar die in het verleden ook een aantal erg onverstandige dingen heeft gedaan. De voorwaarden zijn er niet om je daar 100% aan uit te leveren. We zeggen ergens van, het zou ook heel erg goed zijn als het gaat over de vraag hoe je nou grootschalig, wat de Wereldbank doet, ontwikkelingstrajecten probeert inhoud te geven, in ieder geval ook een stap te zetten dat daar een zekere variatie en selectie moet plaatsvinden. Dus je zou minstens willen dat er dan op 3 plekken in de wereld, 4 plekken in de wereld, vergelijkbare clubs zijn om te zorgen dat het debat over wat er moet gebeuren ook echt inhoud kan krijgen. En dan ligt het ook heel erg voor de hand om te menen dat in Azië, in Afrika, dat soort clubs ook van de grond moeten komen. En als dat spel van een aantal multinationale, multilaterale organisaties voldoende op de wagen is, dat ze elkaar ook bezig kunnen houden, dat partijen ook wat dat betreft, ook Afrikaanse landen, ook Aziatische landen, echt daar hun stem kunnen laten horen, ben je misschien in een positie om je daar veel ondergeschikter aan te maken. En dat zouden we moeten bevorderen, maar zover zijn we niet. Een vergelijkbaar verhaal geldt eigenlijk voor Europa. Helaas is het nog zo, en dat is ondanks alle Nederlandse inspanningen om dat beter te maken, zeg ik er tegelijk bij, dat het nog lastig lukt om in Europa echt coherent ontwikkelingsbeleid te voeren. Sterker nog, Europa is nog steeds niet uit de vraag of Europa nou vooral een coördinerende instantie is die het beleid van 27 lidstaten op elkaar probeert af te stemmen, of dat het eigenlijk, wat het nu is, vooral een 28e donor is. Het is eerder, als je naar een Afrikaans land gaat, een concurrent van al die andere landen, dan dat het nog op zichzelf een overstijgende partij is. Dus daar hebben we stappen te zetten.
En de vraag hoe het nu naar het verdrag van Lissabon gaat en of we inderdaad de facto, niet op papier, want op papier hebben we het al, maar de facto echt een serieus gericht buitenlands beleid krijgt wat ook echt inhoud heeft. Misschien gaat het gebeuren, maar er zijn nog heel veel hobbels te nemen voordat je echt in staat bent om dat met ook in het licht van wat de Nederlandse belastingbetaler aan helderheid op dit gebied wil, om echt die stap te kunnen zetten. Ja, misschien een korte opmerking. Het is een hele ingewikkelde vraag. En ik zou bijna zeggen op zijn ouderwets politiek arrogant, we hebben daar een nota over geschreven, want het is echt ingewikkeld. Ik zou daar dit over willen zeggen. En ik sluit maar even aan, omdat het echt vandaag gaat over het rapport van de WAR. Dat staat nu voorop. Het is wel zo dat misschien, voor zover ik enige kritiek zou kunnen leveren, wel iets meer aan de multilaterale instellingen aandacht had kunnen worden besteed, omdat de kern van het rapport juist gaat over internationaal publieke goederen. En daar hebben toch echt de multilaterale instellingen een comparatief voordeel. En dat is niet zozeer alleen in het wegzetten van geld of van programma's of projecten, maar over de regels van het spel. Want dat hebben we eigenlijk gezegd. Ontwikkelingssamenwerking is veel breder dan hulp. Het gaat om het katalyserend. Maar het gaat er natuurlijk ook om dat als het gaat om handelsregels, om de hervorming van het IMF en de Wereldbank, om het functioneren van de EMVN. Daar heeft Nederland natuurlijk een beperkte, maar zeker niet onaanzienlijke rol. Dat is eigenlijk misschien ook wel driekwart van het werk dat ik doe elke dag. Hervorming van het IMF. Ik vind het interessant dat vanwege de internationaal financiële economische crisis, waar de armste landen part nog deel hadden aan de oorzaak, part nog deel, maar nu grote consequenties hebben, waar opkomende landen hun stem claimen, dat binnen een jaar enorme voorstellen nu voorleggen voor de IMF en Wereldbank hervorming. We zijn af van de Washington Consensus. Dat zijn de essentiële punten voor ontwikkelingslanden. We geven policy space aan ontwikkelingslanden. Wat betekent dat eigenlijk? Dat ze niet meer die oude regeltjes allemaal hoeven te vormen over hoe ze het beleid moeten vormen vanuit beleidsmantra's, maar juist vanuit de individuele landen een kans hebben om ook groeistrategieën te vormen. Dat is voor mij de kern van ontwikkeling. Het is programma's, het is katalyseren, het is zeker niet alleen de multilaterale instellingen, maar het is vooral dat die normzettend moeten zijn. En ik denk dat er meer ruimte zal zijn voor global governance, eerder dan minder. Ik ben daar niet naïef in. Ik weet dat er een herschikking van de macht is wereldwijd. Maar als ik nu met de Chinezen praat, zelfs met hun, zij willen proberen in dat systeem een rol te spelen. Als ik kijk naar Kopenhagen, ontwikkelingslanden waren deels de dupe, maar deels ook deel van het proces. Nou, daar kun je, vind ik, in nieuwe allianties die over de grenzen heen gaan een grote rol in spelen. Laatste punt wat dit betreft. Wij zijn ook daar tegen versnippering en veel kritischer op de effectiviteit van de hulp. Dat betekent dus daar waar wij donoren zijn van multilaterale organisaties. En het moet natuurlijk logischerwijs wel die richting opgaan, maar ik ben het zeer mee eens. Ik ben vanmorgen ook uit de Europese Commissie teruggekomen. Wij gaan niet in één keer dat doen naar een institutie waar we nog niet tevreden over zijn. Ze doen wel veel beter dan vroeger, maar nog veel te weinig. Maar de logica is dat je in de richting gaat van minder spelers per land. En dat is ook nog even een vraagteken bij zo'n apart Nederlands bureau. Misschien moet je dat dan eerder bij Europa zetten. Maar afgezien daarvan denk ik wel dat we een scorecard, en die hebben we nu. Als dus organisaties niet goed functioneren, krijgen ze geen geld meer. Zo simpel is het. We hebben een aantal VN-instituties afgestoten. En van de Wereldbank, ja, daar wordt heel specifiek gekeken naar wat ze wel en niet kunnen. Maar zij zijn juist op de punten waar terecht professor Van Lieshout op gewezen heeft, productieve sectoren, regionale infrastructuur, hulp voor handel, essentiële partners voor Nederland. Ja. Probeert u bij iets mondig te antwoorden. Ik zie nog veel vragenstellers. Koch eerst. Mag ik hier een aanvullende vraag stellen? Eerst aanvullende vraag. Roda Witting, directeur van ICE, Interface for Cycling Expertise. Ik kom net uit Washington, waar de jaarlijks grootste transportconferentie plaatsvindt, met ook de multilaterale kanalen daar in zeer grote getalen vertegenwoordigd. Wat mij daarbij opviel was dat de mensen van de multilaterale kanaal een zeer grote behoefte hebben aan samenwerking met het maatschappelijke kanaal. Om juist ook veel meer voeding vanuit civil society en vanuit de kennis die in het maatschappelijke kanaal zit te krijgen. En mijn vraag gaat dan ook over, zouden vanuit Nederland, naast de initiatieven die er allemaal al op plaatsvinden, misschien niet meer ook tot een soort coördinatie kunnen komen van wat er in het multilaterale kanaal gebeurt en wat er in het maatschappelijke kanaal gebeurt. Lieshout. Ik doe nog driftig poging om te bedenken hoe Nederland het multilaterale kanaal met een aantal maatschappelijke kanalen zou kunnen verbinden. In theorie is daar niks op tegen, maar hoe we daar nou een heel groot speerpunt van zouden kunnen maken, daar zou ik eens rustig op willen kouwen. Daar heb ik geen snelle tekst over. Nou, ik zou kunnen
Dat kunt u misschien afgelopen beter. Zoveel voeding afgelopen week hebben we Washington. Dat is een verhaal op je. Ja, misschien wel twee hele korte opmerkingen. We doen dat bijvoorbeeld met IFC, de Wereldbank, waarin we samenwerken met een deel van het Nederlands belang, van het Nederlands bankwezen en de NGO's. Om vooral op te bijvoorbeeld bij het opbouwen van kredietwezen in Afrika. Dat zijn fantastische nieuwe allianties. Die hoef je ook niet allemaal als overheid te organiseren. Je kan ze wel regisseren. Het tweede is, als het gaat om het nationale beleid, hebben we met het nieuwe MFS-stelsel juist een relatie gelegd tussen onze de activiteiten van niet-gouvernementele organisaties en de activiteiten van de Nederlandse overheid die met gezamenlijke donoren werken. Eén voorbeeld, stel je vindt het zinnig om budgetsteun te geven in een bepaalde sector, dan is het natuurlijk essentieel dat er macht en tegenmacht is. Dat we moeten zorgen dat het ook in de kleinste dorpjes komt. Dat er cliëntenraden zijn. Nou, daar is een mooie samenhang tussen die verschillende instrumenten essentieel. En dat is een beetje de bedoeling van ons nieuwe MFS-stelsel dan. Koch. Ik ga hem even vragen dat er geen separate persconferentie is, want anders heb ik de vraag niet gesteld. Eigenlijk valt het rapport in twee uiteen. Dus herschikking in het denkkader. En er staan een aantal hele concrete aanwijzingen. Ik wou over die laatste wel een vraag stellen. Die hoeft nou denk ik niet in het kabinet behandeld te worden. Dus die kan iets eerder, denk ik. Je stelt de vraag aan Koenders, heb ik het idee. Ja, ja. Onder andere wordt er gesuggereerd dat het misschien verstandig is om de doe-het-zelf eens in Nederland, en daar hebben we heel wat van, veel meer dan in deze zaal zitten, dat die misschien gebonden zouden moeten gaan worden aan de Code of Conduct. Ik kan me er alles bij voorstellen, dat hoef je in het kabinet niet te bespreken, dat kun je omarmen of je kunt het wegwerpen, dat idee. Gaan een reactie daarop? U hebt geen idee wat wij allemaal in het kabinet bespreken. Dat is echt. Nee, daar mag ik ook niks over zeggen. Kijk. Laat ik precies zeggen wat ik daarvan van zeg. Ik vind het woord doe het zelf als niet zo'n goede term, eerlijk gezegd. Je hebt natuurlijk, ik bedoel waarschijnlijk mensen die gewoon op vakantie gaan naar Tanzania. Oh, de WR doet het. Ja, dan moet ik het misschien eerst even van Lieshout. Hanteer de term. Ik vind zelf dat, ik ben zelf wel voor codes, maar de vraag is even wie dat moet organiseren. En daar zit wel een risico, vind ik, echt voor de overheid. Ik weet niet of nou de taak is voor de overheid om te zeggen, u mag die projecten wel doen en die anderen niet. Ik denk dat er langzaam maar zeker wel vanuit de caritatieve markt zelf een code zou moeten komen die ook duidelijk laat zien wat een aantal principes zijn van wat ik heel mooi beschreven vond in het rapport van de WRR, interventielogica. Het is een prachtig woord, misschien moet professor Lieshout het uitleggen, maar Ik ga er geen algemeen oordeel over die projecten hebben. Als ik nou kijk toevallig naar Haiti, dan weet ik dat vanwege de geschiedenis van veel mensen met adoptiekinderen hele effectieve programma's daar zijn. Daar kijk ik niet op neer. Dat zijn goede programma's. Ik heb ook eerlijk gezegd programma's gezien in landen waar ik me dood voor schaam. Waar Nederlanders kwamen, die gingen wel eens even in een dorp vertellen hoe het mist. Ouderwetse ontwikkelingssamenwerking die wij nooit hebben gehad en ook nooit willen hebben. En ik zou er dus wel voor pleiten als de sector zelf, een aantal van de mensen die serieuzere initiatieven nemen, misschien tot de conclusie zouden kunnen komen dat er een code nodig is. En ik zou dat wel willen faciliteren. Maar ik zou het niet zelf willen besluiten of instellen. Van Lieshout, behoefte? Even voor de helderheid, dan verhelder ik maar gewoon even dat de minister zegt dat hij daar nog eens even verder over wil gaan piekeren. Wij zeggen, het zou toch wel verstandig zijn om een code of conduct te hebben. Aan de ene kant wil niemand de bereidheid bij een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking om ook persoonlijk iets goeds te doen, vooral in Afrika, de kop indrukken. Je moet dat op een positieve wijze bejegenen. Tegelijkertijd krijg je toch ook, loop je het risico dat Afrika een nieuwe speeltuin wordt voor een groot aantal activiteiten waarbij de fouten die eigenlijk in de jaren 60 gemaakt zijn, opnieuw gemaakt worden. En je zou dat toch ook willen voorkomen. Dus een code of conduct waarbij je toch minstens de eis stelt aan een project dat het ook gewild moet zijn en aantoonbaar gewild door mensen ter plekke. Dat er nagedacht is over de continuïteit, dat het ingebed is in iets van wat een lokale overheid wil. Dat soort eisen hebben toch wel een hoge mate van redelijkheid in het geheel en je zou die toch wat steviger neer mogen zetten. En ik begrijp, en dat past ook in de Nederlandse beleidsgeschiedenis, dat je zegt van ja, het veld moet dat zelf maar doen, maar het grote probleem is natuurlijk dat een aantal van dit soort initiatieven niet uit het veld, als was daar een maatschappelijk middenveld vandaan komen, maar gewoon bij particulieren vandaan komen. Waardoor je een beetje, het debat wat de Engelsen op dit moment ook voeren, ook als overheid toch wel minstens de vraag hebt
of je daar niet wat proactiever in aan de slag wil. En onze aanbeveling is, doe dat wel. Er is nu een club die zich tot mij gericht heeft van hele kleine initiatieven. En die gaan dus, ja, en die willen dus eigenlijk die richting op. En nogmaals, ik weet niet eens of we zo verschillend denken daarover, hoor. Het gaat er dus om of je dat faciliteert. Ik vind niet dat wij die code moeten vaststellen. Ik herinner me ook initiatieven 30, 40 jaar geleden die begonnen als doe het zelf. En dat zijn nu hele mooie, fantastische organisaties. En er zitten ook heel veel wat slechtere organisaties bij. Dus ik zou ervoor zijn om dat te kijken of we dat kunnen faciliteren. Ik sta daar positief tegenover. Er is nu een aantal initiatieven die dat probeert te doen. En als de Nederlandse regering dat kan faciliteren, graag. En dan zal ik nog zien of ik het daarna in het kabinet breng. Misschien wel niet. De heer Svendrik, Voorhoeven, Kranenburg. Svendrik. Ja, Kees Svendrik van het medium GroenLinks. Vraag aan professor Van Lieshout. Ik begrijp dat de WRR pleit voor een globaliseringsagenda. Moet ik uit dat voorstel afleiden? Dat we eigenlijk vandaag de dag heel veel kansen laten liggen om bijvoorbeeld handelspolitiek of fiscale politiek of landbouwpolitiek ontwikkelingsrelevanter te maken. Dat de politieke strijd over het belang van ontwikkelingssamenwerking veel meer daar gevoerd moet worden. En veel minder over die precieze besteding van die 4,5 miljard. En is tot slot dan de bedoeling van de WRR dat bij de komende kabinetsperiode-formatie de positie van de minister van OS veel zwaarder wordt dan die nu is? Antwoord op de eerste twee vragen is ja. Antwoord op de derde vraag is dat we eigenlijk zeggen dat er twee onderdelen in de portefeuille van de huidige minister zitten, waarbij die ene, minister Koenders zegt net, voor het ene gedeelte is hij 3/4 van de tijd mee bezig. Dat is dan toch het gedeelte wat denk ik voor een groot gedeelte van de Nederlanders net het minst zichtbare gedeelte is. Namelijk de vraag hoe je met een aantal globale vraagstukken omgaat. Even teruggrijpend op het begin van uw vraag van vinden wij dat belangrijk? Ja, het is bijna een soort evidentie om dat belangrijk te vinden. Ik denk dat iedereen dat ook wel deelt. De vraag is veel meer hoe je daarmee omgaat. Laat ik eens even een parallel trekken. Ik heb er straks even kort op gewezen. De Noorse minister van ontwikkelingssamenwerking die heeft ook het gevoel dat in Noorwegen toch grote problemen zijn rond de legitimiteit van ontwikkelingssamenwerking. En die heeft gezegd, ik zet even een stapje terug. Laat ik eerst maar eens definiëren wat eigenlijk de belangen zijn van de Nooren in de wereld. En het interessante aan zo'n traject is ook dat je vervolgens definieert wat prioriteiten zijn, maar ook wat postprioriteiten zijn. Dan durf je ook te zeggen van hier vinden wij dat een betere wereld voor ons echt van belang is. En dat biedt ook een soort referentiekader om te zeggen, en voor zover wij ontwikkelingsinspanningen leveren, passen die ook in dit kader. Als je die koppeling niet maakt en eigenlijk toch een beetje blijft zitten in de fase waar Nederland naar onze taxatie wel in zit, namelijk dat globalisering toch iets geworden is wat een beetje op ons afkomt. We hebben het een tijd omhelst. We hebben vorig jaar niet voor niks een lecture georganiseerd onder de titel Saving Globalization from its Cheerleaders. Maar nu zitten we meer in de fase dat het allemaal iets heel engs lijkt te zijn en waar je niet zelf proactief inhoud aan kan geven. Dan kom je in de problemen. Alleen dat proactief inhoud geven aan globalisering kun je niet meer doen op de manier waarop we dat misschien in de jaren 60 en 70 met een zeker enthousiasme dachten te doen. Die ook wel heel erg ingegeven was door het idee dat wij de wereld toch regeren en dat het Nederland, maar een beetje het Westen daarachteraan, op alle punten ook wel, zeg maar, zijn stempel op het geheel kon drukken. Nee, waar onze specifieke toegevoegde waarde in dat geheel is, waar onze belangen zijn, waar wij nog verschil kunnen maken, vergt echt opnieuw doordenking. En daar zullen we mee aan de slag moeten. En dat zullen we moeten combineren na een debat over de vraag wat onze ontwikkelingsinspanningen dan op een aantal van die dossiers zijn. En daar zullen we nog een paar jaar voor nodig hebben om ook de vormen te vinden om dat debat op een productieve wijze te voeren. We zijn overigens, zeg ik er dan ook maar tegelijk bij, als WRR van plan om dit onderwerp in de loop van dit jaar nog eens een keertje terug te komen. De hele vraag van Nederland en de wereld nog eens een keer expliciet te adresseren, ook los van het ontwikkelingsvraagstuk. Koenders wil al het aanloopje nemen. Nou, misschien heel kort, want het is, laat ik zeggen dat ik het hier gewoon met professor Van Lieshout eens ben. Ik denk dat de globaliseringsagenda die we nu in niet zozeer op ons af zien komen, want we zijn er gewoon elke dag deel van in de beslissingen die wij nemen, politiek, economisch, zelfs sociaal. Maar dat we daar een nog pregnantere agenda voor moeten voeren. En dat is ook een maatschappelijk debat, omdat we, laten we eerlijk zijn, in Nederland nu ook zien dat er verliezers zijn van de globaliserers. En winnaars. Er zijn de bekende moderniseringsverliezers die ook zich verzetten tegen ontwikkelingssamenwerking, daar vaak ook met slogans tegen ingaan. Het zijn wel dingen waar ik als minister voor ontwikkelingssamenwerking mijn rekenschap voor van laten geven. Niet het om het ermee eens te zijn, want ik ben het er niet mee eens. Dat is één. Ten tweede, ik ben het niet helemaal met de karakterisering eens van professor Van Lieshout, niet zozeer om mijn eigen beleid te verdedigen, maar ik geloof dat Nederland echt nog wel voorop loopt. Als je kijkt nu in de discussies over de hervormingen van IMF en Wereldbank.
En we echt komen met ideeën. Dat is inderdaad niet altijd zichtbaar, daar heeft u gelijk in. Driekwart van het werk wat de minister doet, is in dat soort dingen niet zichtbaar en ook niet sexy, omdat dat een heleboel verschillende stappen vereist. Het gaat ook over de hervorming van de VN, het gaat over de werkverdeling in de Europese Unie. Maar er zijn wel een aantal extra stappen nog nodig, die te maken hebben bijvoorbeeld met de beginstappen die we genomen hebben met landbouw, met justitie, als het gaat over migratiebeleid, et cetera. En ik ben zeer benieuwd ook hoe de WRR die hele algemene problematiek, want we praten bijna over alles in de wereld, koppelt aan een, ja, toch een soort operationele richting voor het beleid. En er zitten een aantal interessante ideeën, denk ik, daarvan in het rapport. Voorhoeven. Dan mag ik een vraag stellen aan de heer Van Lieshout. Het rapport en deze discussie gaat vooral in op de ontwikkelingssamenwerking bilateraal. Multilateraal is aan de orde geweest. Ik begrijp dat het rapport zich vooral focust op de bilaterale hulp. De multilaterale neemt driekwart van de dag van de minister in beslag. Er is in de laatste 20 jaar een snelle groei van de particuliere ontwikkelingssamenwerking. Internationale netwerken van NGO's die inmiddels ook al behoorlijk wat omzetten aan ontwikkelingssamenwerking. Die wordt bepaald dan door de agenda die in die NGO's wordt gezet. Mijn vraag aan u is, welke aanbevelingen hebt u voor hen, behalve wat net aan de orde was? Namelijk een soort gedragscode. Wilt u hen eigenlijk ook meenemen in de richting, in het stramien, als ik dat mag zeggen, dat u de overheid aanbeveelt, 3 of 4 prioriteiten en ongeveer 10 landen? Of wilt u hen als particuliere organisaties vrij laten? Dank. Opmerking vooraf, we hebben het inderdaad wel over multilaterale organisaties gehad. Ik denk dat de minister niet driekwart van zijn tijd bezig is met multilaterale organisaties die specifiek op ontwikkelingshulp gericht zijn, zoals de Wereldbank, maar veel ook meer, zeg maar, doelde op global governance-achtige vraagstukken, waar ook de WTO bij hoort of de FAO bij hoort of andere organisaties die een veel bredere opdracht hebben dan een ontwikkelingsopdracht. En de vraag hoe dat inhoud moet krijgen, nou ja, daar kunnen we nog het een en ander over zeggen. De vraag naar de rol van NGO's, waar het er straks over ging, in antwoord op de vraag van de heer Koch, was vooral, zeg maar, die hele, noem het kleine, specifieke, particuliere initiatieven en de vraag of je daar iets van een gedragscode moet hebben. Daarnaast, en daar gaat uw vraag denk ik vooral over, kent Nederland al van oudsher een aantal NGO's die veel groter zijn, die voor gedeelte ook overheidssubsidie krijgen. Dat geldt niet alleen in Nederland, alhoewel Nederland nog steeds koploper is in dat opzicht. Maar ook een aantal andere landen kennen we dat soort organisaties. Wat betekent dit rapport voor die organisaties? We wijden daar een apart hoofdstuk aan. En wat ik er straks eigenlijk in een soort half tussenzinnetje zei, kan ik misschien nou wat uitgebreider toelichten. Een model waarbij in Nederland de overheid geld geeft aan NGO's die dat geld weer doorgeven aan landen in het zuiden, vinden wij een model waarvan we gezegd hebben dat begint aan het einde van zijn levenscyclus te komen. Dat doet niet helemaal recht aan de dynamiek van landen in het zuiden enerzijds. En het doet ook geen recht aan de opdracht om toegevoegde waarde te creëren anderzijds. Dat is geen pleidooi of geen argumentatie in de zin dat NGO's geen bestaansrecht hebben, verre van dat. Of zelfs dat er geen titel is om ze te financieren. Het is wel een argument om te zeggen, laten we veel nadrukkelijker het debat met elkaar voeren waar toegevoegde waarden van NGO's zitten en wat hun specifieke deskundigheid is. Dat kun je nog wat verder uitwerken. Het ligt ook voor de hand om bijvoorbeeld te zeggen, goed, wat doen NGO's? Voor gedeelte zijn het organisaties die diensten verlenen, die onderwijs en gezondheidszorg organiseren. Maar dat zou niet de eerste keuze moeten zijn. Landen in het zuiden zouden in toenemende mate, en dat is voor gedeelte ook al praktijk, zelf uitvoerders moeten zijn van hun onderwijs en gezondheidszorg. En zouden in specifieke situaties nog wel eens NGO's kunnen inhuren als zij zelf niet voor de uitvoering in staat zijn. Of in bijzondere situaties, neem Afghanistan, waar er helemaal geen overheidsapparaat is, zullen NGO's dat voorlopig moeten doen. Maar dat wil je in principe op het niveau van individuele landen zoveel mogelijk onder auspiciën van het land zelf willen uitvoeren. Heel iets anders is dat NGO's bijvoorbeeld ook de nodige expertise kunnen hebben als het gaat om verbindingen met organisaties in de samenleving en daar veel effectiever in kunnen zijn dan klassieke overheidsinstrumenten. Wie in Zimbabwe iets wil doen, kan beter de lijn via de vakbeweging kiezen en dan via de Nederlandse vakbeweging de vakbeweging daar, dan proberen via de lijn van overheden veel dingen te doen. Op dat soort punten kunnen NGO's heel veel eigen toegevoegde waarde hebben. Het is wel opdracht in dat geheel, vinden wij, om die toegevoegde waarde ook inzichtelijk te maken en helder te krijgen wat die niche daarin is. En we zeggen eigenlijk ook van ja, en in het kader van dat hele debat over
noem het maar even Global Public Goods, ligt daar natuurlijk misschien wel een veel nadrukkelijkere opdracht voor NGO's de komende jaren in ieder geval, om daar een profiel in te kiezen. Want dat debat zal in Nederland voor een gedeelte nog op de wagen moeten. Dat is een heel ander soort taak dan de klassieke hulpverlenende taken, om het maar even zo te zeggen. Het is ook de vraag of je in je financiering al die dingen moet combineren, want die taak om Global Public Goods en het Nederlandse beleid of het westerse beleid op dat gebied onder de loep te nemen, betekent vaak toch ook een soort kritische positie die in een zekere onafhankelijkheid tot stand gebracht moet worden en niet onmiddellijk zeg maar, gerelateerd moet worden aan die hulpactiviteiten. Dus dat je daar in je financieringsstructuur naar knippen gaat zoeken lijkt ons erg verstandig. Maar ten principale denken we dat het heel erg verstandig is om het debat weer over de functies te gaan voeren en niet over de precieze bureaucratische, accountantsachtige kenmerken die nu te veel het debat over die NGO's bepalen. We hebben nog twee vragenstellers en tot 17:30 de tijd. Dus ik verzoek nog iets bondiger antwoorden de volgende keer. Kranenburg. Ja, mijn naam is Mark Kranenburg van de NRC Handelsblad. Een vraag aan de heer Van Lieshout. Eigenlijk over de toespraak die de heer Koenders net hield. We hebben net wat vragen gehad waar wat verschilpunten bleken over een aantal landen en dergelijke. Maar de hoofdlijn van de toespraak van de heer Koenders, zoals hij bij mij overkwam, leek er wel eens op of hij uw rapport al 2 jaar eerder had gekregen en het volledig tot zijn beleid had gemaakt. En mijn vraag aan u is, hoe verhoudt dat zich met uw constatering dat er een forse wijziging van beleid nodig is? Op zichzelf is het natuurlijk al verheugend om te constateren dat de basisideeën al lang aanwezig zijn. Want dan kan het debat zich verschuiven naar een vervolgvraag, namelijk en hoe wordt dat in de praktijk vormgegeven? Ik denk dat het debat blijkbaar, constateer ik op grond van de reactie van de heer Koenders, misschien niet over een aantal principia gaat. Nou, dat kun je dat op zekere hoogte winst noemen. Het debat zal dan wel gaan over de vraag, oké, en wat betekent dat precies als je, zoals de WRR voorstelt, toch keuzes gaat maken? Hoe ver ga je in je keuzes? Ben je ook in staat om de manier waarop je de zaak georganiseerd hebt, waarop je de zaak financiert, de wijze waarop je regels stelt, ook echt consequent door te redeneren? En dat zal nog, denk ik, een interessant vraagstuk worden, maar gegeven het feit dat wij ook nog mogen wachten op een regeringsstandpunt, kijken wij met spanning uit naar de wijze waarop dat daar ook verder van tekst voorzien gaat worden. Heer Koenders, nog behoefte? De laatste vraag. Barend Verdegen, ik ben freelance programmamaker. Afgelopen jaar is er heel veel kritiek geweest op de ontwikkelingssamenwerking, of de manier waarop hulp gegeven wordt. Denk hierbij aan William Easterly of Moyo of onze eigen Linda Polman. Ik vroeg me af hoe dit soort redelijk radicale kritiek in uw rapport een weerslag heeft gekregen. Of het een weerslag heeft gekregen. Antwoord is ja. Maar nou noemt hij drie auteurs die u op één lijn plaatst, die toch wel op een aantal punten heel erg verschillend zijn. Linda Polman. Laten we mevrouw Moyo nemen, dat is de meest extreme. Mevrouw Moyo heeft gelijk op één heel wezenlijk punt. Namelijk hulp heeft altijd ook negatieve effecten. En te lang hebben we met elkaar het idee gehad dat hulp altijd wel een beetje goed was. En zijn we het alleen blijven benaderen in termen van de effectiviteit van hulp, met het idee dat dat ergens op een schaal zit tussen de 0 en de 100 en dat we het dan van 60 naar 80 moeten zien te krijgen, terwijl dat op enig moment ook misschien wel min 100 kan zijn. En hoe heeft dat punt een weerslag gekregen in uw rapport? In de redenering dat landenspecificiteit zich ook vertaalt in het feit dat je je veel strakker kunt oriënteren op de vraag welke instrumenten je op welk moment wel inzet en niet inzet. Kijk, het is onze stelling dat hulp, laten we dat maar even heel radicaal formuleren, altijd ook wel negatief effect heeft. En dat je ervoor staat in een weging om voldoende helder te houden dat de positieve effecten substantieel groter zijn dan de negatieve. We zeggen ergens in het rapport, hulp is dirty business. Altijd. Er bestaat geen 100% schone hulp. Het verhaal van Linda Polman is ook het verhaal dat zelfs iets wat boven verdenking staat, iets als noodhulp, ook nog negatieve effecten heeft. En dat we dat vaak niet zien. Maar ook zij trekt in haar boek niet de conclusie dat je het dan niet moet doen. En je moet alleen in je systeem, de manier waarop je het organiseert, het zo inrichten dat je ook veel, niet alleen alerter kan zijn, maar permanent de vraag met elkaar kan stellen, hebben wij nog echt met elkaar de overtuiging en de wetenschap dat die negatieve effecten substantieel kleiner zijn dan die positieve, want anders doen we precies wat we niet willen.
En een systeem wat veel geprofessionaliseerder is, wat op een beperkt aantal plekken zit, wat veel beter begrijpt hoe de hazen lopen, maakt dat veel makkelijker mogelijk. Het is een beetje in het af, welke vieze handen maken we op dit moment, dit huidige beleid van ons? Daar kun je wel wat over zeggen. Heel veel. Heel veel. Laat ik u zeggen, daar ben ik het zeer met Van Lieshout eens. Hulp is niet iets wat normaal is. Hulp is niet voor naïvelingen. Hulp wordt gegeven in landen waar niemand anders meer wil zitten. Hulp vindt plaats in landen waar corruptie plaatsvindt. Hulp vindt plaats in landen waar conflict is. Hulp vindt dus altijd plaats in de moeilijkste omstandigheden. Je investeert in de moeilijkste omstandigheden. En dat betekent dus dat je altijd in die lokale situatie op basis van bepaalde principes probeert mensen meer in staat te stellen zichzelf te helpen. Dat is eigenlijk de kern van ontwikkelingssamenwerking. En daar kun je hele algemene discussies over voeren. En die hebben we ook in Nederland. Als je in Nederland hulp aan iemand geeft of iemand in de bijstand zet, is het precies dezelfde discussie. Maakt dat iemand afhankelijk? Leidt dat tot verkeerde besteding van fondsen? Of leidt het tot de mogelijkheid voor mensen om zichzelf te redden en daarna misschien weer op de arbeidsmarkt te komen? Het zijn precies dezelfde problemen die je ook in ontwikkelingssamenwerking hebt. En we zijn echt de tijd van de goede bedoelingen wel voorbij. Laten we ook geen karikatuur van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking maken. Wij zijn al 10 jaar bezig. En dat is helemaal niet sinds ik minister ben. Dat zou ik echt in die zin tegen de Kranenburg willen zeggen. Er zijn een heel veel punten van het WR-rapport dat ik waardeer, omdat het zo sterk bij onze moderniseringsagenda aansluit. Het is gewoon zo. Neemt niet echt dat het een ingewikkelde agenda is waar elke wetenschappelijke studie ons verder kan helpen. Maar ja, wij maken elke dag vieze handen. En ik ook. Ik ben binnenkort weer in de Congo. In Burundi. Dan gaan we kijken wat mogelijk is, zonder naïviteit. Zonder in de illusie dat er geen corruptie plaatsvindt. Maar wel juist met de methodes om dat goed te controleren en goed te checken. En daar ben ik niet naïef in. Ontwikkelingssamenwerking gaat over politiek, gaat over de risico's van interventies en gaat over het delen daarvan. En het ook bespreekbaar maken in de samenleving. En dit rapport is nou juist zo goed, omdat het die dilemma's bespreekt en in een bepaalde richting werkt. En we kunnen over die ideeën, denk ik, in de volgende maanden goed discussiëren. Het is bij de WER gebruikt dat de regering het laatste woord heeft. Daar zijn we ook de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid voor. En die weet ook dat het een goede traditie is, althans dat hoop ik, dat rapporten van de WER met nieuwe inzichten en nieuwe wijsheid het debat wat verder brengt en wat dieper brengt. Dus alle vragen die u niet hebt kunnen stellen vandaag komen vast al aan de orde in dat debat. En ik had ook het idee dat de WER nog een borrel schenkt, maar zo ervaren ben ik ook weer niet. Oh, oké. Daar bent u voor uitgenodigd.